Welkom bij Via Maastricht. Na 5 jaar hard werken maakten we afgelopen maandag bekend dat we in de nacht van 15 op 16 december de 4 tunnelbuizen van de Koning Willem-Alexander Tunnel in gebruik zullen nemen. Toen ik in 1998 wethouder werd, was er een enorm probleem voor deze stad. Een snelweg die volliep, de bereikbaarheid van de stad was in gevaar, van bedrijven, van de binnenstad, van de doorstroming. De wijken werden gescheiden door een vieze snelweg. Kinderen konden niet veilig naar school, oudere mensen konden niet veilig die weg over. Luchtkwaliteit stond onder druk. In de buurt was er sluitverkeer, stank, overlast, noemt u maar op. En daar kunnen we allemaal een begin van een oplossing van maken, doordat de A2 nu is ondertunneld. Hier staat een hele gelukkige HID van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Want wat zou het fantastisch zijn als het ons lukt om de laatste stappen die we zetten moeten op weg naar half december ook daadwerkelijk met elkaar goed te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de stappen die we nog moeten zetten samen goed gaan zetten. Maar er moet nog wat asfaltwerk buiten gebeuren. Nou, dan moet het niet te hard gaan vriezen, niet te hard gaan regenen. Er moeten nog een aantal punten die uit het testen van de installaties naar voren zijn gekomen, moeten nog aangepakt worden. Ik heb alle vertrouwen in, maar de mensen in kwestie moeten niet ziek worden, om maar eens wat te noemen. En ik denk dat we het dan wel zo ongeveer hebben. En dan kan ik medio december de definitieve openstellingsvergunning aanvragen aan de gemeente Maastricht, in de volle overtuiging dat ik de veiligheid van die weggebruiker kan borgen. Hoe zal de ingebruikname precies verlopen? Ja, in de nacht van 15 op 16 december gaan we alle 4 de tunnelbuizen in gebruik nemen. En met name het doorgaande verkeer dat in de onderste tunnelbuizen zit, zal dan dus niet meer de verkeerslichten tegenkomen in Maastricht. En dat is een hele verbetering. Nou, nu worden de 4 tunnelbuizen tegelijkertijd in gebruik genomen. Hoe kan dat? Ja, een tijdje geleden had ik gezegd dat er eerst 3 en dan de 4e in gebruik genomen zou worden. We hebben nog eens een keer heel goed naar de fasering gekeken en nog wat werkzaamheden naar voren kunnen halen, met name ten noorden van Geuzelt. En daardoor kunnen we toch alle 4 de tunnelbuizen in 1 nacht in gebruik nemen. Betekent dat dan ook dat alles klaar is na 16 december? Nee, met name de aansluitingen op de bovenste tunnelbuizen, daar moet nog het een en ander in gebeuren. En daar zijn we het komende half jaar nog wel mee bezig. Waar moet de weggebruiker op letten? Ja, voor de mensen die de stad in en uit willen, verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Maar let vooral goed op de borden en zet je navigatiesysteem uit. Dat is de beste tip die je kan geven. Wilt u weten hoe u straks moet rijden? Ga dan naar a2maastricht.nl/ingebruikname. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.